bloggen en ook gastbloggen zoals het genoemd wordt. Daar wil ik ook wat over zeggen, want ik ben in 2014 gestart met het content marketingbureau. En toen was bloggen echt extreem populair. Als je een goede blog op je website had, dan kwam de rest vanzelf als het verhaal. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat dacht men wel. Zo populair was het. Door de jaren heen is SEO en daarmee ook bloggen wel behoorlijk veranderd. Hè. Het werd nogal verzadigd. Iedereen was aan het bloggen omdat het werkte en daardoor werkte het eigenlijk niet meer. Dus wat je wel ziet is dat een blog nog steeds een mooi middel kan zijn om als een soort van basis te gebruiken en daaruit weer snippets te halen voor op social. En je moet serieus ook afvragen waar je je blog gaat plaatsen. Als dat op de website is, dat betekent dat die belangrijk gevonden moet worden voor Google, dus hij moet SEO-proof zijn. Maar daar haal je misschien helemaal niet het meeste aan bereik. Hè? Vooral via LinkedIn kan je waarschijnlijk veel meer lezers genereren met een LinkedIn Pulse artikel. Of misschien nog wel beter gewoon hem uitschrijven als een post op LinkedIn. Dus als bereik het primaire doel is met bloggen, dan moet je hem eigenlijk op LinkedIn plaatsen. Als SEO en ook de SEO-waarde aan de rest van de website belangrijk is, dan hoort hij eigenlijk weer wel op de website. En dan zou ik korte versies daarvan op social plaatsen en niet één op één overnemen. Dus korte versies LinkedIn posts. Lange blog op de website als SEO belangrijk is. En dan nog één laag dieper en dat is gastbloggen. Dus je schrijft een artikel niet voor op je eigen website of voor op je eigen LinkedIn, maar op iemands anders website. En daar moet het primaire doel zijn linkbuilding. En vraag daar ook van tevoren om, want ik heb het vaak mis zien gaan waarbij er wel geblogd wordt, maar uiteindelijk, gastblog in dit geval, en uiteindelijk wel geplaatst wordt, maar er geen linkje in zit. En dat is gewoon simpelweg omdat degene die het plaatst niet bereid is dat linkje te geven. Dat zou slecht kunnen zijn voor de linkwaarde van die andere website. Nou, dat valt ook nog over te discussiëren, maar in ieder geval heel vaak wordt het niet gedaan. Als er dan een linkje gegeven wordt, dan is het een no-follow linkje zonder waarde. Dat wil je ook voorkomen. Dus vraag daar ook gewoon om. Wees daar ook gewoon transparant in dat het hier om te doen is. En dan kan het nog steeds interessant zijn. Mits SEO dus extreem belangrijk voor je is. Je wil gewoon hoog gevonden worden in Google. Ja, dan zul je op een gegeven moment ook aan linkbuilding moeten doen. Dan kan je dat niet alleen maar kopen. Maar dan is dit een mooie aanvullende manier. Maar ook alleen dan. Hè. Er zijn heel veel if, this, then that's. Mits en maren. Maar uiteindelijk kan het een mooie tactiek zijn om hoger te komen in Google.